Solstar is een Duitse fabrikant van inlegzolen voor verschillende sportieve toepassingen. En gelukkig zijn er ook Solstar zolen voor fietsers. Vier verschillende types in totaal, variërend van 49 tot 169 euro. Met deze Solstar Control van 99 euro ongeveer halfweg het gamma. Opmerkelijk aan de Solstar zolen is dat, in tegenstelling tot wat veel bikefitters beweren, die mensen hun voeten concreet echt gaan opmeten en op maat gaan maken, is dat Solstar beweert dat zij met één zool elke fietser kunnen helpen. Vandaar enigszins mijn argwaan toen ik aan de test begon, want ik kon mij niet voorstellen dat één zool effectief iedereen met zijn voetproblemen zou kunnen helpen. Concreet maken deze zolen gebruik van een glasvezel onderkant, waardoor dat ze heel sterk en heel stevig zijn en heel veel steun geven. Behalve aan de voorkant, want die is heel flexibel en die laat de voet toch nog voldoende bewegen. En langs daar komt er ook nog verkoelende lucht naar binnen. Opmerkelijk aan die zolen is dat ze heel kuipvormig zijn, waardoor als je de voeten in de schoenen stopt, dat je echt in één positie gedrukt wordt en ook de hele dag in die ene positie gehouden wordt. En minstens even opmerkelijk is dat het comfort ongelooflijk goed is. De hele dag door is de steun onder de voeten perfect. Je krijgt geen last van dode voeten, nog drukpunten, waardoor dat je steeds maximale kracht kunt zetten en dat bij een verbluffend comfort. Ik was dus zeer sceptisch aanvankelijk. Maar ik moet mensen zoals Greg van Avermaat en Johan Museeuw, twee zeer trouwe gebruikers van Solstar, gelijk geven en beamen dat dit voor 99 euro weliswaar geen goedkoop product, maar een zeer, zeer, zeer goed product is.